Een Amsterdams kochertje. Voordat ik mijn verhaal afsteek, weer een verhaal stellen, gaan we even noga koken. Want het zijn kleine stukjes noga die in het kochertje zitten. Dat luistert heel nauw. Suiker koken? Kijk eens, hier zo. We hebben een piepkleine receptje, maar 35 gram noga nodig. Maar dat kan je natuurlijk niet maken. Dit is 150 gram suiker, 50, een derde water. En als het lekker gekleurd is, dan is die 170, 175. Dan gieten we hem uit op papier en gaat hij even in de keukenmachine. Ja. En dan gaan we een deegje zetten. Oké, maar de noga moet als eerst, dat duurt wel even. Dat gaan we nu. Suiker erin. Dus hoeveel gram suiker? 150 en een derde water. Dat is willekeurig, hè? Zet maar op. Kijk, je kan ook een half pond nemen, weet ik veel. En je bewaart het in plastic zakjes, hè? Ja. Dat laten we straks zien voor de volgende keer. Dat je niet, als je deze koekjes maakt, dat je dan elke keer zo weinig... Zoveel moeite moet doen voor zo'n klein recept. Precies, dan heb je het gewoon in zakjes zitten. Ja. Dan moet je het wel altijd even loskloppen, want het gaat toch aan elkaar zitten. Ook al zit het in een plastic zakje. Maar het verbaast me dat we deze nog nooit eerder hebben gemaakt. Want het is een heel lekker koekje. Het is niet heel simpel. Goed dat je het zegt. Maar wel, op de Hubertus heb ik deze echt elke week gemaakt. Omdat maar het is een lastig koekje. Je moet een volmaakte, platte, vlakke plaat hebben. En het kan zomaar fout gaan. Dus ik heb heel lang gedacht, nou dat is toch niks voor de mensen thuis. Maar inmiddels merk ik dat de kijkers toch wel een heel eind op weg zijn. En veel dingen maken. Dus ik gok erop dat dit ze gaat lukken. Oké. Ik geef even een kwastje. Om de zijkant. Doe jij hier wat water in. Want er mogen geen suikerkorrels aan de zijkant zitten. Dan gaat die grijnen. Terwijl jij dat aan het doen bent, Stella, ga ik het verhaal vertellen. Ja, want bij elk ding hoort wel weer een verhaal. Ja. Nou, niet te veel, want anders dan duurt het zo lang. Snap je, dat water moet allemaal verdampen. Als die suikerkorrels maar weg zijn. En dit hoeft er niet meer in. Vertel, wat hoort er, hoe ontstaan de koekjes ontstaan? De meeste koekjes zijn dikwijls oeroud. Dit koekje is uit 1933. Er werd een bakkerij tentoonstelling gehouden in de Oude Rai. En nu heet het bejaardenhuis. Naast Okura heet de Oude Rai. Ja. En dat waren de tentoonstellingruimtes. Oh, oké. En daar werd een wedstrijd gehouden. Wie maakt het lekkerste koekje? En een banketbakker die won die wedstrijd met deze kochertjes. Een koekje met heel veel boter, suiker, melk, vanillesuiker en zeeuws. Dus hoe Nederlands wil je het hebben, hè? En dus karamel ook erin. En stukjes karamel. Welke bakker was dat? Bestaat die nog? Of weet je het niet? Staat in het koekjesboek. Maar daar zijn we niet zeker van, dus die naam ga ik niet noemen. Maar leuker vind ik dat er toen drie banketbakkersverenigingen waren. De Algemene Banketbakkersvereniging, de Katholieke, op afstand de grootste, en de Christelijke Banketbakkersvereniging was heel klein. De banketbakker die bij de Algemene Bond aangesloten was, die won het. Dus de bakkers die bij dat clubje hoorden, gingen kochertjes maken en de anderen moesten, want dat recept dat kon je nou wel geheim houden, maar dat lukt gewoon niet. Nee. Dan gaan bediendes van de een naar de ander en de anderen moesten het noga tientjes noemen. Die mochten geen kochertjes zeggen. Nee. Toen is er een blikje uitgegeven, we hebben er hier nog één. Amsterdamse kochertjes, hier staat de Waag, heel primitief getekend. Een beetje de haven, de beurs en de wolkenkrabber die net een jaar daarvoor opgeleverd was. En die blikjes, daar hoorde je ze in te doen en zo werden ze verkocht. Leuk. Nou, dat is het verhaal. Dit duurt even. Als hij de kleur heeft, gieten we dun uit. Dat gaan we dan in de keukenmachine fijnmalen. Oké. Stella, wat is het geweest? Een minuut of acht? Giet maar uit. Hij is nu best wel bruin. Hij moet er nu uit, want dat dikke bodempje, dat kleurt door, hè? En je wil hem niet te donker, nee, want dan wordt hij witter. Dunne sliertjes, dat koelt snel af, dan kunnen we doorwerken. Als je hem te lang door laat koken, dan wordt hij heel bitter. Ja. En dat is niet lekker. Heb je die paletmes nog? Doe dit maar. Ja?
Zeker? Ja, doe maar. Schrap jij dat uit, dan pak ik het plamuurmes. Dat kleine beetje suiker, dat gaat natuurlijk weer eens nergens over. Maar waarom zouden we het niet doen, hè? Ja, dit wordt te hard. Mensen stellen dat wel op prijs dat wij de boel niet weggooien, maar dat we er zuinig mee omgaan. En zo hoort het ook. Maar het kan soms ook wel extreem zijn. Ja, het is het extreem, dat weet ik. Dit noemen we een rijk recept, Stella. 100 gram boter, 80 gram basterdsuiker, hoe Nederlands wil je het hebben, snufje zout erop. 100 gram Zeeuws, dus net zoveel boter als Zeeuwse bloem. Ik noem nu de Zeeuwse bloem. Afgelopen zondag was ik in Weesp, toen voeren we over de Vecht, we kregen een boottochtje aangeboden. En daar zag ik de molen De Vriendschap, het werd ook bijgezegd, die verkoopt Zeeuwse bloem. Die boter, die basterd, 8 gram vanillesuiker, dat is grove suiker uit die pot. Die ga ik eventjes met een vijzel, terwijl jij dit draait, ga ik dit fijn stampen. Okay. Dat komt er dan bij. Een eetlepel melk, dat is dit, 13 gram. Oké. Okay. En dat als laatste de Zeeuws erbij. En dan ondertussen is dit dan... hard geworden. Dan gaan we dan even fijn malen. Dan gaat er als garnituur doorheen. Ik ga de boter, de suiker en de zout nu samen fijn mixen. Je hebt de mixer erbij. Het is zo slap de boter. Ja. De föhn ligt daar wel, maar die is vandaag niet nodig hoor. Kijk, ik heb de suiker fijn gemaakt, Stella. Dan doe ik ook nog even de melk erbij. Bij de vanillesuiker? Ja, want dan lost die toch op. Want dat is grove kristalsuiker. Suiker en de melk gaat bij de boter, de suiker en de zout? Ja. Dus de basterdsuiker en de vanillesuiker... het is bijna van alle drie evenveel, hè? Boter, suiker en bloem. Die klonten, basterd, die moeten eruit. Ja. Zet hem even in zijn laagste versnelling, dan kom ik nu met de bloem. Met zeeuwsmeel, hè? Ja. Rustig maar. Dan gaat hij even op tafel. Dan gaan we met het krabbertje van onze kas... ik krijg hier geregeld heel Holland bakmensen over de vloer en die laten dan een krabbertje achter. En dan kunnen we heel mooi, kijk eens. Ja? Jij kent Cas, hè? Niet persoonlijk. Oké. Oké, de bloem is er goed doorheen. Dan leg ik het op tafel. Gooi maar op de bank. Deze jongens heel schoonmaken en in de wasbak gooien. Ik zeg, gooi maar op de bank, nog heel even wachten, even de noga er doorheen spatelen. Oh ja, dat zou je bijna vergeten. Ja, nou, dan is het geen kogeltje. Dit is het lastige. Als we dit fijn malen in de keukenmachine. Ja. En we doen dit bij de kogeltjes. En we hebben het stof er niet uitgezeefd. Dan is je recept weg. Want dat stof is ook nog eens suiker. Ja. Mag ik? Ja, wacht eventjes. Jij gaat hem alleen maar pulsen. En als die stopt, kijk je erin. En ze moeten mooie kleine stukjes zijn. We gaan niet meer kijken onder het pulsen. We willen niet alleen maar stof. We willen kleine stukjes karamel. Ja. Oké. Ja? Ja. Dat is nog te groot. Ja. Oké. Dit is perfect. Heel goed. Dit is mooi, hè? Ja. Dus er nog wel een paar grote stukjes. Ja, die breken we gewoon even met de hand. Dat hou je altijd. Zet dit er maar weer in hoor, want we hebben dat steeds nodig. Dit ook. Nou. Al de karamelsuiker eigenlijk. Ja. Even af. Kijk, een enkel stukje blijft dan... dan moet je gewoon even met de hand breken. Ja. Hè? Het zijn mooie gelijkmatige stukjes hoor. Dat schaaltje op de weegschaal zetten en dan 35 gram. Het luistert zo nauw. Als je er meer in doet,
lijken het net kletskoppen. Ja, want wat is dan eigenlijk het verschil met dit en kletskoppen? Daar zit zoveel suiker in, dat het alleen maar kletskoppen zijn. Dit is een boterkoekje, bij kletskoppen zit het er praktisch niet bij. 35 gram. Dit kunnen we weer voor crème brûlée gebruiken, of koggetjes. Voor ja, voor de volgende keer. En dit, ja, dat hebben we de vorige keer bij de Nogatine-taart, hebben we daar slagroom mee opgeklopt. Maar je kan het in de koffie gooien, niet weggooien. Dit moeten we er even rustig doorheen spatelen. Ja, gooi het maar op de bank. En als het er doorheen zit, dan mag het op tafel. Ja. Zo. Tegenwoordig is vrijwel alles bakpapier. Moet je hier niet bij doen. Deze ze worden heel mooi plat. En bij bakpapier remmen ze. Worden het niet, geen mooie galetjes. Want ze gaan, koggetjes die zetten altijd uit. Ja, omdat er zoveel boter in zit. Dat kan je wel zeggen. Op bakpapier is dat niet handig. Nee, dit is zo'n flauw kwastje. Ik doe het even zo. Ja. En het voordeel is dat je ook even voelt dat die ingevet is, maar niet overdreven. Spuitzak. Thuis adviseer ik je om een groter receptje te doen. Maar we willen gewoon even op twee plaatjes laten zien wat het koekje inhoudt. Dan is het duidelijk, anders krijgen we nu vier plaatjes koekjes. Ja, dat schiet niet op. Het gaat om het te laten zien. Ik spuit het eerste plaatje op, jij het tweede, goed? Ja, als je dat redt, want ik denk dat we net niet genoeg hebben daarvoor. Ja, maar kijk eens, deze afstand is, Stella. Misschien overdrijf ik nou een beetje. Het is anderhalf plaatje eigenlijk. En ze zijn nu echt zo, maar ze worden uiteindelijk wel... Ja, het is een voordelig koekje. Je hebt er een heleboel in een ons, hè? Ja. De oven staat exact op 150. En we gaan uit van 15 minuten. Makkelijk onthouden, hè? Yes. We gaan voor die tijd even kijken. Zal ik er één... Ik geef de maat, hè? Let op. Ja. Zo. Oké. Okay. Meer doe ik niet. Ja, komt goed. Hoop. Nou, Stella, ik bedoel, straks krijgen we het er niet op. Jawel. Ik heb niet heel veel... Nou, doe maar zo. En hier nog één. Ja, want kijk eens, je weet niet half hoeveel er nog in die spuitzak zit, hè? Maar helemaal voorin. Dat red ik echt makkelijk. Je bent veel te optimistisch. Let op, hoor. Ja, je gaat ze steeds groter doen. Nee, helemaal niet. Ik kan er nog eentje uithalen. En er zitten er nog vier in. Wat gaan we daarmee doen? Zeg jij maar waar die nou heen moeten. Hier kun je er nog één kwijt. Hier nog één. Kijk, ik raad de mensen thuis aan om dit te doen. Dus hier nog één. Gewoon even met een krabbertje er langs. Ja, niet met je ogen wegdraaien. Ik draai helemaal niet met mijn ogen. Kijk nou eens, kijk eens, hier zit nou niks meer. Er wordt wat weggedonderd, hoor. Pas kijk, op. Hier kun je er makkelijk nog twee kwijt. Dat was 1, 2, 3, 4. Ja, maar nou, ik haal... En er komt er nog één. Oké. Okay. Maar deze bakken tegen elkaar, maar dat is niet zo erg. Zo. Oké. Okay. Heel mooi. Koggetjes. Stella, exact, makkelijk te onthouden, 15 minuten 150. Ja, deze zijn toch echt mooi, hoor. Echt heel mooi. Ze lijken op het oude koekje. Ze moeten even er vanaf geschept worden vanwege die stukjes suiker. En dan blijven ze erop liggen, maar als je ze zo koud laat worden, heb je een probleem. Ja. Ik ga nog een keer, en er is een filmpje van
wat eigenlijk ook al veel bekeken wordt. Aluminium, wat zal dit zijn? 2 mm dun. Bij een ijzerhandel laat je dat knippen op de maat van die plaatjes. Want als je nou zo'n zwarte plaat pakt die hierin zit, als je daar koekjes, deze koekjes op die plaat moet gaan bakken, dat is helemaal niks. Nee, deze zijn altijd top. Ja, 3 of 4 van die plaatjes laten knippen. Ik heb de hoekjes er dan nog afgezaagd, geveild. Dan haal je handen open en dit ook. Maar ze zijn top, hè? Want de warmte gaat er overheen. Ja. Ik ga toch even die zwarte plaat pakken om te laten zien hoe het niet moet. En dat die er toch altijd bij zitten. Kijk, hij is vuil. Sorry hoor. Als hij die erin gaat spuiten, de warmte gaat er overheen. Je krijgt geen gelijkmatigheid. Maar dit wordt altijd geleverd. Dit doen ze nooit. Er is geen ovenfirma die dit erbij doet. Je moet dit echt laten maken. Ja, maar er is overal wel een ijzerhandel. Ja. Ja, nu. Nu kunnen ze We hebben 2 minuten gekletst. Kijk, eventjes los. We doen de eerste rij nou even ernaast gooien. Dat kan sneller. En dan... Kijk, en dan deze. Mag ik even, dat doe je zo. Wel op de plaat laten. Zie je? Ja, zo. Gewoon even losmaken. Ja, maar hoezo laat je deze wel op de plaat? Ja, als ze maar losgemaakt zijn, dan is het goed. Het ruikt ook echt heerlijk. Ja, dat ruikt zo goed. Ja, een derde deel van het koekje is boter. Ja. Hè? Ja. Nou, het is een beetje warm. Oh. Dit zijn die 2 plaatjes, die hebben we even bij elkaar gedaan. Let op, als jullie ze thuis maken, gelijk in een luchtdichte verpakking doen. Door al die suiker die erin zit, en als het mooi weer is, net als nu, dan zijn ze 's avonds zacht. Oh ja. Dan kan je ze zo heel langzaam ombuigen, snap je? Dat is niet de bedoeling van zo'n koekje. Want nu kun je ze nog mooi breken. Nou, kijk eens, en dit is deze. Breken. Ja, prachtig hè? Ja? Echt lekker. Heel krokant. Nu die suiker maakt zo lekker. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.